Hoe was het vandaag? Hoe was de sfeer? Ja, die was heel goed. Het was voor mij een spannende dag, omdat we voor het eerst alle vier de steden bij elkaar hebben. Een aantal steden waren al iets eerder begonnen met het hele voortraject om te zorgen dat ze goed weten waar ze met ons instappen. Een aantal steden zoals Groningen en Amersfoort, daar zijn we eigenlijk net aan het warmlopen. Ze hebben elkaar ook nog niet gezien en ze hebben elkaars verhalen niet gehoord. Maar ik was dus blij verrast dat er zoveel mensen in de zaal waren aanwezig en die eigenlijk al heel goed op de hoogte zijn van wat gaan we doen met elkaar. Vandaag zijn we nog iets verder met elkaar op een gezamenlijk kennisniveau gekomen en vanaf hier ook echt wel een stuk concreter over wat we volgende week gaan doen. Wat is de kennis die we eigenlijk nu nodig hebben om weer een stukje van de opgave in te kunnen vullen. Dus voor mij was dat heel zinvol vandaag, maar ook de energie was gewoon goed. Het was veel uitwisseling, inspiratie ook. Je ziet dezelfde vragen leven overal, dus dan zit je ook met elkaar in hetzelfde vaarwater. Nou, dat is een hele goede sfeer, een saamhorigheid. En ik vond het heel interessant om vandaag ook wat bouwers te ontmoeten die in de stroomversnelling werken. Omdat ik denk dat het echt van toegevoegde waarde is van wat wij in Amersfoort al doen. Het bedenken van nieuwe producten, je zit met een nieuwe vraag, een nieuwe markt. En je merkt dat doordat eigenlijk nog niets echt gedefinieerd zit, niets is duidelijk, alles moet nog bedacht worden, ontwikkeld worden, moeten nog regels gewijzigd worden en dat zorgt voor veel onrust, maar daarnaast ook voor veel enthousiasme. Dus dat vond ik een hele mooie tweedeling. Dus aan de ene kant is het onrust, aan de andere kant worden mensen heel enthousiast van doordat het nog niet vast ligt en er zoveel mogelijkheden zijn. Wat valt je op aan het aanbod van de bouwpartijen? Dat zij ze motten ook vanwege de crisis, maar ik had nu alleen, ik ga het toch even noemen, Ballas Nederland, want er zit op een hele prettige manier aan tafel, vind ik, echt iets anders wil. Er zitten vier mensen van Ballas Nederland vandaag aan tafel, het kan zijn even de armoede vanuit de crisis, maar dat is niet de enige reden, ze willen echt ook wat anders. En dat zie ik aan, ze willen breed nadenken. Ze zetten een hele bedrijf in, zowel de ontwikkelende onderdeel van Ballas Nederland tot en met de techniek. En dat vind ik boeiend. En volgens mij komt daar echt een verandering vandaan. Niet alleen van hen, maar van de aannemers. Ja. Nou ja, wat mijn belangrijkste inzicht was, is dat het rekenen met een marktwaardemodel, wat voor corporaties lang niet altijd gebeurt en ook nog voor sommigen ook nog een stap te ver is, denk ik. Maar dat in ieder geval wel heel veel kansen biedt om, laten we zeggen, de haalbaarheid van dit project te vergroten. En de andere is dat er ook nog wel een paar hobbels genomen moeten worden met WSW om de borging goed te krijgen. Hoe is de sfeer vandaag? Goed, gezellig en samenwerkend. Je merkt dat mensen onderling ervaring willen delen en ervaring willen uitwisselen. Ja. Wat ik van de financiering vandaag heb opgestoken, is dat je ook op marktwaarde nog een soort onredabele top kunt hebben. Maar dat die een stuk geringer is dan als je het op bedrijfswaarde doet. Dus eigenlijk nog meer een kreet aan minister Blok ook om de corporaties en het WSW soort van te dwingen om ons op marktwaarde te waarderen en niet meer op de volkshuisvestelijke bedrijfswaarde zoals nu gebruikelijk is. Ja, dankjewel.